geen koppositie voor AZ en Ajax is de nummer 2. Ja, het kan zo snel veranderen. Een maand geleden stond Ajax nog 5e onder John Heitinga. En nu 2e en doen ze mee om de titel. Vanavond praten we daar onder meer over met onze gasten Mark Admiraal en Mitch Apau. Welkom bij aflevering 62 van de Aftrap. Hij wilde best voor Telstar komen voetballen, maar wilde dan wel graag om de prijzen spelen. Nou ja, Telstar wordt geen kampioen van de Eerste Divisie, maar een periodetitel of misschien de play-offs, dat zou best kunnen. Mitch Apau, verdediger van Telstar, welkom hier in Volendam. Als je nou tot nog toe het seizoen een cijfer moet geven, welk cijfer is dat dan? Ik zou ook voorzichtig beginnen, dan zeg ik een 6,5. 6,5? Ja. Zijn stem klinkt vertrouwd bij veel AZ-supporters. En zeker de supporters die naar het stadion gaan. Mark Admiraal, welkom dat je er bent. Leuk. Je bent stadionspeaker bij de Alkmaarders. Wat is nou de moeilijkste naam die je hebt uitgesproken? Nou, dat is niet specifiek één speler. Meestal is het met Europese wedstrijden is het wat lastiger. Vooral Griekse ploegen. Griekse ploegen. Dat is lastig. En ik kan me nog herinneren, bij PEC Zwolle zat een Kochjanajat, Reza. Die vond ik ook wel lastig. Dat was de lastigste naam die je hebt gehad. Ja. En Jan Baks vond ik in het begin ook wel lastig. Maar dat is heel snel is dat goed gegaan. Ja. Ja, en achter de bar geen Nettie vanavond, maar Petra. Petra, goedenavond. Goedenavond, Mark. Ik heb een vraagje. Als je nou een keer slecht bij stem bent, heb je dan misschien een wondermiddeltje om je keel te smeren? Ja, die vraag hoor ik wel meer. Ik heb ooit een keer, dat was in het tijdperk van Gert-Jan Verbeek, heb ik een keer een heel klein neutje genomen voor mijn stem. Weet niemand, maar heb ik wel gedaan en daarna ging het heel goed. Maar meestal gaat het wel prima. Had je dat nodig toen? Was je dat lekker? Echt, ja, was een slechte, hele slechte verkoudheid die ik toen had. Ja, was heel best. Heel slecht. Okay. Maar ja. Verder zit je normaal niet aan de drank? Nee, zeker niet. Nou, niet tijdens de wedstrijd. Daarnaast, we winnen wel, maar niet tijdens of voor. Dat niet, absoluut niet. Nee. Dus een andere barvrouw, Peter, heb je natuurlijk al vaker gezien. En andere presentator, want Jack zit samen met Nettie op Curaçao. Hey Edward. Hey, natuurlijk de rest van het team. Hey, veel groetjes hier vanuit Curaçao en veel plezier met het programma. Ja, die twee hebben daar goed. Jack en Nettie op Curaçao. Het is maar goed dat Volendam zaterdagavond uitspeelt tegen NEC. Anders zou Jack die wedstrijd ook missen. Jack is natuurlijk stadionspeaker. Daar ben jij ook, Mark. Ja. Zaterdagavond de wedstrijd AZ tegen Cambuur. Ze hadden eigenlijk die wedstrijd kunnen ingaan als koploper natuurlijk van de Eredivisie. Ja, helaas verloren we de laatste wedstrijd tegen Feyenoord met 2-1. Mm-hmm. En dan ga je helaas niet als eerste aan kop. Maar we doen nog wel steeds heel goed mee in de top 3, top 4. Mm-hmm. Dus vlak AZ nog niet uit, denk ik. Maar het is nog wat wisselvallig de laatste tijd. Ze willen wat goed maken voor eigen publiek. Dus ik verwacht wel dat ze gaan winnen. Maar je mag niet zomaar zeggen dat elke wedstrijd zomaar gewonnen is. Nee. Laten we even teruggaan naar die wedstrijd van afgelopen weekend. Die kraken natuurlijk in Rotterdam tegen Feyenoord. Dan de laatste minuut, de 2-1. Hoe heb jij dat beleefd? Nou, ik zat er. Ik zat op het dek, hè. Dus op het directiedek. Dus ik zag het heel mooi allemaal. Want je gaat mee ook naar de uitwedstrijd? Nou, Feyenoord wel. Daar ga ik elk jaar heen. Daar word ik uitgenodigd. De ambiance was fantastisch. Mm-hmm. Het was de nummer 1 tegen de nummer 2. Het was eigenlijk een hele slechte wedstrijd. Maar je zag de tweede wel of wel aankomen dat, dat Feyenoord even wat meer drang had om te willen winnen. En dat AZ op dat moment niet. Maar een 1-1 had ik wel fijner gevonden. Ja, maar wat gebeurt er dan bij jou als dan die 2-1 valt? Nou ja, er zitten allemaal Feyenoorders om me heen. Dus je moest je rustig gedragen. Als ik 1-0, als de 1-0 zit, dan bal ik even mijn vuist. En dan denk ik, yes. Maar ik hou me dan wat meestal wel een beetje op de achtergrond. Maar goed, als je dan 2 om je oren krijgt, dan blijf ik ook weer zitten. En dan laat ik me nou even over me heen gaan. Maar dat doet wel even zeer, En de speaker van dienst daar is Peter Houtman, oud-voetballer natuurlijk. Ja. Luister je dan nog specifiek naar hoe hij dat soort momenten pakt in zijn stadion? Ja, dat doe ik wel. Want ik denk dat iedereen zijn eigen stijl heeft. En Peter doet het natuurlijk al jaren in de Kuip. Het is ook echt een speler van Feyenoord. En hij doet het op zijn eigen manier. En niet dat ik het kopieer of dat je iemand moet kopiëren. Maar hij heeft wel een eigen geluid. En wat is dat eigen geluid dan, als je dat zou moeten omschrijven? Nou ja, het Rotterdamse. En ook het. Ik vind dat hij heel mooi ook verbinding maakt met het publiek en zo. Het is heel echt. Het is vanuit zijn hart. Dat hoor je. Dat vind ik heel mooi. En hij moet ze natuurlijk ook wel eens tot de orde roepen. Want dat hoort ook bij de staande speaker. Er gebeuren natuurlijk wel eens dingen. Er wordt wel eens wat gegooid. Dat weet je ook als geen ander natuurlijk AZ. Ja. Dat gebeurt natuurlijk wel eens. Ja, dat gebeurt. Ja. Maar ik denk dat ze naar Peter wel luisteren, denk ik zo. Ja, heeft hij een streepje voor omdat hij oudspeler is, denk je? Op Mark Admiraal, die niet in AZ1 heeft gevoetbald? Ja, kijk, het gaat niet om de speaker, hè, zeg ik altijd maar. Het is alleen dat als je ondersteunend bent en je bent onderdeel van de club, is het natuurlijk alleen maar handig. Maar ik
loop al ook een tijdje mee. En dan voel je ook wel onderdeel ervan. Dus, ja. Maar het is altijd een beetje zoeken. Hè? Je wil ze meekrijgen, maar het moet ook weer niet overkoken, de stemming. Nee, je wil het opporen. En zeker in Alkmaar kan dat wel af en toe een zetje gebruiken, ja, vind ik. Ja, maar ik vind wel de sfeer en de laatste jaren wel verbeterd. Zeker de bandsite is gegroeid. En ja, die maken echt wel herrie nu. Ja. En ook met de bouw van de dak, nieuwe dak wat erbij is gekomen, wat er nieuw is opgezet. Heb je ook wat meer, wat betere akoestiek. Dus ja. Ik vind de sfeer wel sterk verbeterd. Ja. Er waren natuurlijk een hoop teleurgestelde reacties uit het AZ-kamp na die 2-1-nederlaag tegen Feyenoord. Maar ja, volgens middenvelder Tidjani Reynders is deze verliespartij niet allesbepalend. We moeten ook nu niet denken dat het allemaal vergooid is en moeten doorgaan. Ik weet dat je niet vaak naar de stand kijkt, maar de stand zegt wel nu 5 punten. Wat zegt dat jou? Nou, het is inderdaad 5 punten, maar we hebben nog behoorlijk wat wedstrijden te gaan. En we hebben onszelf hier tekort gedaan als het gaat om een gelijkspel of een verliespartij. We moeten zorgen dat we volgende week weer orde op zaken gaan stellen en gewoon stoïcijns doorgaan. Ja, Tidjani Reynders en trainer Pascal Jansen na het verliespartij tegen Feyenoord. Mark, vind jij dat media supporters te snel conclusies trekken? In de zin van dat AZ nu niet meer meedoet om de titel? Dat vind ik wel, want je moet wedstrijd voor wedstrijd moet je bekijken. En programma's zijn ook allemaal verschillend. Er zit nog een KNVB-beker toernooi is er nog gaande. Er is nog op Europees vlak is er nog heel veel te doen. Maar het wordt wel lastiger voor AZ. Kijk, topwedstrijden moet je winnen. En het had mooi geweest als je in de Kuip een punt had meegenomen. Dan had je nog echt meegedaan. Nu is het verschil wel wat groter geworden. Maar het wil niet zeggen dat je helemaal uitgespeeld bent. Dat is niet meer onmogelijk. Nee. Mitch, hoe is dat voor jou? Want als speler heb je natuurlijk ook veel te maken met supporters en media die van alles vinden. Hoe blijf je als speler dan rustig? Ik denk dat het wel per speler verschilt. Ik ben niet echt iemand die er echt mee bezig is. Buiten voetbal, randzaken dus. Maar je krijgt het wel mee, neem ik aan. Ik krijg het zeker mee, sowieso. Ja, want die drukte heb je al vaak meegemaakt. Want je hebt al heel wat titels in de wacht gesleept, hè? 5 stuks, toch? Ja, 4,5, 5. 4,5, 5, bij de laatste heb ik het seizoen niet afgemaakt. Nee, maar ik ben wel een paar keer kampioen... kampioen geworden. Even voor de duidelijkheid, in Slovenië en Slowakije. Emme ook. Emme kampioen geworden in Slovenië. 1 kampioen geworden in Slowakije. 3 keer kampioen geworden. En in beide landen ook de beker gewonnen. Mm-hmm. Ja. Dus Telstar is de volgende. Nou, periode kampioen. Kan nog. Dat kan nog. Dat kan zeker. Dat kan zeker. Maar bij Telstar zal het wel mooi zijn als de play-offs halen. Ja, maar die druk, hè, je moet zijn Reynders kan ook natuurlijk niet zeggen van ja, nou ja, de strijd is gestreden. Dat kan hij natuurlijk ook niet zeggen. Nee, dat kan je zeker niet zeggen. Want, dat zou raar zijn. Anders ben je ook geen voetballer als je dat gaat zeggen van ja, het is klaar. En dat geldt voor jullie als je straks er wat minder florissant voor staat in de play-offs, geldt eigenlijk hetzelfde. Je zal toch altijd tot de laatste kans, tot de laatste snik blijven volhouden. Nee, precies. Dus het is een hele normale reactie ook wat hij nu afgeeft. En ook voor AZ zijn, ik denk dat ze zeker niet uit de competitie liggen of zo. Alleen, dat is wel lastiger natuurlijk, ja. Nu Ajax ook meedoet. En Ajax vaker in deze situaties goed gehandeld heeft. Denk je dat wel voor de buitenstaanders wel zoiets van, ja, AZ is, die ligt eruit. Ja. Je hebt in de jeugdopleiding gezeten bij AZ, ja. Korte tijd, ook bij Ajax. Heb je dan nog een voorkeur voor Ajax. Toch Ajax? Ajax, ja. En dat komt? Ik ben echt Amsterdammer. Echt Amsterdammer geboren, echt Amsterdam. Getogen? Ja. Ja. Dus dat is dat rood-wit, dat zit er van kinds af aan. Ja, dat zit er helemaal in. Maar vind je dan ook dat Ajax de uitgesproken favoriet nu is voor de titel, ondanks dat Feyenoord bovenaan staat? Nee, maar ik denk wel, laat me zeggen, ik hoop als fan dat Ajax kampioen wordt, maar ik denk... Maar zie je het gebeuren? Ik zie het wel gebeuren, ja. Omdat Ajax toch vaker in dit soort situaties zit en vaker goed naar heeft gehandeld. Mm-hmm. En ik denk dat Feyenoord niet zo vaak op die positie staat en toch met de druk moet omgaan. AZ, Mark gelooft er nog in. Zie je daar nog een mogelijkheid voor de Alkmaarders? Nee. Nou, helder. Lekker hoor. Kijk, je moet nooit opgeven, denk ik. En ik denk ook dat AZ heeft ook natuurlijk een aantal blessures, geblesseerden nog, die terug gaan komen. Ik denk dat Dani de Wit een hele belangrijke speler is. Die wordt toch wel gemist. Die wordt nu gemist. Maar als die straks weer terug is. En ook achterin Sam Beuken. Maar ja, dan ziet het misschien wel heel anders uit. Maar misschien een beetje vervelend. Maar ik bedoel, Feyenoord had er ook heel veel geblesseerden. Ja. Is het niet dan te makkelijk om nu naar een Dani de Wit te wijzen dat hij er niet bij is? Of nee, Sam Beuken, maar... nee, dat zeg ik ook niet. En het is een uitwedstrijd. In de Kuip is natuurlijk iets speciaals. Mm-hmm. Als je in de Kuip staat, dan heb je 50.000 man tegen je.
En dat is ook een 12e man tegen je. Dus ik vind niet dat die ene wedstrijd dan bepalend moet zijn voor de rest van de competitie. Maar kijk, je krijgt natuurlijk wel nog PSV de laatste wedstrijd. De dag krijg je nog thuis. Je moet Ajax moet je nog uit. Nou, daar hebben we de laatste seizoenen ook goed gepresteerd. Dus Twente naast de belager. Dus het programma is nog best interessant om voor te spelen. Ja, de weg is nog lang uiteindelijk toch? Ja. Dus, en een tweede plaats zou natuurlijk ook prachtig zijn, want dan speel je voorronde Champions League. AZ is wel stappen aan het maken, toch? Als je kijkt, ook de investeringen die er gedaan zijn. Ze hebben echt wel stappen gezet ten opzichte van 2 jaar geleden. Ja, en er staan ook weer steeds nieuwe spelers op. Hè. Als je nou bijvoorbeeld Wouter Goes weer neemt, die dan achterhoede weer versterkt. Ja. Nou, dat is buitengewoon knap, vind ik. Verbaast jou dat, Mitch, hoe AZ langzaam toch eigenlijk tegen die top aanschurkt en zich ertussen wringt? Nee, verbaast me niet. Omdat er wel een stabiele fundament ligt daar. En je ziet gewoon dat het elke keer waar iets beter is, beter wordt. En dat ze steeds dichter bij de top aankomen. En het is een hele lange weg wat ze genomen hebben. Want ik weet nog dat ik in de jeugd zat. Dat praat ik over 15 jaar terug. Dat 15 toen, jaar geleden? Ja, oké. Okay. Even voor het beeld, ja. Dat ik toen werd er het nieuwe stadion gebouwd. En toen was nog Alkmaar eruit. En dan zie je dat ze langzamerhand een nieuw stadion komt. Dat er meer geld in de club komt. Dat er steeds betere spelers komen. En nu, 15 jaar later, zie je gewoon dat ze nu in de top structureel meedoen. Dus het is gewoon dat je ziet dat er gewoon een goed fundament ligt. En dat ze daarop verder bouwen. Ja. Maar is dat, dat sterke fundament, is dat ook goed genoeg voor een keer een titel? Kan dat weer? Ik denk je zegt dit jaar niet, maar in de toekomst? Jawel, zeker. Dat wordt wel betaald. Maak even een uitstapje van deze tafel naar buiten. En Mitch weet waar we naartoe gaan. We gaan naar Raak de Vlag. Dat heb jij ook gespeeld. De bedoeling is eigenlijk heel simpel. Je hebt 3 ballen. Die schiet je richting de vlag van Noord-Holland. En de 2 beste ballen die tellen. Je neemt het op tegen collega Erik-Jan Brinkman. En hij wist voor deze aflevering des kunst te strikken. Voormalig speler van AZ. En tegenwoordig voetballend bij de amateurs van Katwijk. Goeiedag Des. In het prachtige IJmuiden. Ja. Dat is het toch? Ja, zeker. Dit is echt jouw plek. Dit is mijn thuis. Wat hebben we aan? We hebben een shirt aan van mijn oude club in Zweden. En de club heet? Varberg. Varberg. Varberg Boys, ja. Ooit gedacht daar te spelen? Nee. Nee, nooit gedacht. En het was een hele ervaring. Je mag er zo meteen nog meer over vertellen. We gaan beginnen. Raak de vlag. Ja. Je hebt geoefend, neem ik aan, hè? Sowieso. Jij gaat voor 7, Des. Nou, 7 de berg af. Nee. Al denk ik. Oh nee, nee. Nee. Laat me liggen. Ah, serieus man. Het is echt moeilijk vandaag. Het is nog lastiger dan je denkt, hè? Nee. Ja, die gaat richting die scorebal. Oeh, ja. Dit wordt geen goede score, heren. Ben je ineens echt heel erg op jezelf aangewezen als je daar in Zweden zit? Andere competitie, andere cultuur, manier van voetballen? Ja, het is sowieso wel anders. Het is sowieso even wennen. Omdat je, wat je zegt, je gaat naar het buitenland. De cultuur is anders, de mensen, ja, die spreken de taal niet. Dus je gaat voor het eerst, moet je continu eigenlijk Engels praten. Mm-hmm. Gelukkig ging ik wel met mijn vriendin heen dan. Ja. Dus we hadden elkaar. Maar dan alsnog is het wennen en vooral aanpassen aan, in het buitenland. Ja. Sit-ups. Hoeveel doen we er? Ik hoop dat je goed in bent. Hoeveel? Ja, hoeveel? 50. 50, oké, okay, dan doen we 50. 50 stuks. 50. Nee. Dat is... Ik denk dat jij sit-ups moet gaan doen. Nou. Ja, die komt terugrollen. Blijf. Mis je AZ dan wel eens, als je daar zo bent? Ik heb wel eens gedacht dat ik dacht van nou, ja, bij AZ was wel alles heel goed geregeld. Mm-hmm. Zeker qua faciliteiten die we hadden. En ja, de mensen die je daar kent, het voelde gewoon als thuis ook. Dus omdat je daar zo lang bent geweest. Des, hou ons niet langer in spanning. Hoeveel is het? 12:40. 11:20. 12:40, 11:20 is 23:60. Ja. Ik denk dat dit de beste bal is hoor. 10:90. 15. 15 meter? Ja. Dat is dus 25:90. Best? Ja. Sit-ups. 50 stuks? Ja. Ik doe met je mee. Ja. Uh. 49.
50. Oké. Oké, laat de sixpack eens even zien aan de... Keihard. Keihard. Ja, misschien was het toch niet zo heel handig om die vlag bovenop dat bergje te zetten, Erik-Jan. 25 meter en 90 centimeter, schrijft Petra op voor Deskunst. En daarmee past hij nog net op het bord. Voorlaatste is hij, net boven Benjamin van den Broek. Mitch, jij staat er ook nog bij, met 16 meter inmiddels. Niet slecht, hè? Nou, nu is het middenmoot. Ja. Middenmoot, beetje Telstar, maar eigenlijk een beetje, moet een beetje naar het linkerrijtje. Ja, linkerrijtje. Toen, Mitch. Is, Mitch, wel verloren. Van lijf. Sorry? Wel verloren. Wel verloren. Wat kan ik weer doen? Ik moest oversteken. Op mijn handen. Ja, moet die beelden nog even bijzoeken? Nee. Nou, jammer. Nee. Petra? Mitch, ik heb een vraag aan jou. Je hebt een paar jaar in het buitenland gespeeld. En pas je je ook makkelijk aan? Jawel. Ik merkte wel dat qua cultuur... merk je toch dat je in een paar landen... mensen wat anders zijn. Misschien iets dichter. Wat in Nederland best direct is. Wat voor mijn eigen ervaring. Merkte in het buitenland toch dat mensen wat dichter waren. Dus... Dat is wel het verschil wat ik gemerkt heb. Volgens mij gaat er nu wel een voorbeeld door je hoofd. Ja, bijvoorbeeld in Slowakije vond ik de mensen toch wel wat voorzichtiger. Ja. Maar bijvoorbeeld in Slovenië vond ik de mensen wel heel open. Heel aardig. Dus het verschilt wel per land hoe de mensen zijn, naar mijn ervaring. En is het nou toeval dat je juist in die landen... want Kroatië kwam ook wel even ter sprake. Nou, de shirts liggen ook op tafel. Is het nou toeval dat je juist in die landen bent beland? Had het ook bij wijze van spreken Scandinavië kunnen zijn? Of, Nee. Ik weet, na mijn degradatie in België... sprak mijn zaakwaarnemer en zei ik gewoon heel simpel... luisteren, ik wil gewoon kampioen worden. Ja. En die zei van... Oké, zoek het eruit. Ja, dat kan wel. Wanneer hier in België of Nederland? Nee. Lekker, dat snap ik. En een paar weken later kwam je met luisteren, de nummer 2 van Slovenië wilt je hebben. Olympia Ljubljana, sta je er ook voor. Ik zei ja, maar ik wil eerst gaan kijken. En ik vloog daarheen en denk, duurde maar 3 kwartier en ik was eruit dat ik daar wilde gaan voetballen. Maar waarom was dat zo belangrijk voor je? Ik wil kampioen worden. Ja, want elke sport wil kampioen worden, maar jij kan ook zeggen van ja. Omdat je, om zo te zeggen... daarvoor zat ik bij RKC, Westerlo in België. En ja, je bent Veendam op... gespeeld. Veendam, dat was meer middenmoot. Maar bij RKC en Westerlo degradeerde ik 2 keer bij de ploegen. En was dat verliezen zat? Ik was verliezen zat. En ik wilde gewoon heel wat anders. Dus vandaar dat ik gewoon tegen mijn zakennemers even luisterde. Ik wil gewoon kampioen worden. Zo simpel is het. En toen kwam ik met Olympia Ljubljana. En gelukt? En dat is goed gelukt, ja. We wonnen... de beker ook, kampioen, allebei in 1 jaar. Dus het was echt een heel mooi jaar. Heb je nog een concreet voorbeeld? Want je hebt inderdaad Slovenië, Slowakije, Kroatië. Onder andere, heb je nou echt een concreet voorbeeld dat je denkt van... nou, dat was echt het mooiste wat ik heb meegemaakt in mijn avonturen? Het mooiste wat ik heb... Ja, het mooiste en ook, ja, ook jammer dat ik niet meegemaakt is. We waren kampioen in Slovenië. Dus Real speelde uit. Dus Real op de snelweg terug naar de hoofdstad, Ljubljana. En de snelweg vol met supporters, want iedereen reed tegelijkertijd terug. En we reden terug en we hadden eerst het restaurant, gingen we eten. Dus wij eten en mijn zakenneem belde me van, joh, kom even naar buiten. Dus ik even naar buiten en ik ga terug weer naar die restaurant en het restaurant is leeg. Dus ik bel mijn teamgenoot, zeg, waar zijn jullie? En die nemen op en die zijn in het centrum bomvol. Alleen maar supporters, echt denk ik wel 1000 mensen. En nu zaten op lantaarnpalen, omdat ze konden gewoon niet staan. En ik zeg, waar zijn jullie? Ze zijn het centrum. Waar ben jij? Ik zeg, ja, ik ben nog in het restaurant. Ik nog helemaal rennen naar het centrum. Dus ik had nog net wat meegekregen. Dus dat is wel een grappig verhaal. Maar je hebt het feestje half gemist dus eigenlijk. Het feestje van half gemist door mijn zaken nemen. Omdat hij zei, ja, kom gewoon buiten. Ja, dus die zaak van nemen heb je eruit gegooid. Ja, ja. Wie is dat? Die is niet meer mijn zaken nemen. Ja. En lastig momenten, want dat heb je natuurlijk ook in het buitenland, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. In Slowakije brak ik mijn sleutelbeen. En dat was wel lastig, want dan zit je in het buitenland. Mm-hmm. En dan kan je niet voetballen. En daarvoor zit je daar. Dus dan is het extra vervelend dat je dan daar zit. Gelukkig mocht ik wel terug naar Nederland toen. Maar dat zijn wel de momenten waar je dan toch liever thuis bent, weet je wel. Met mensen om je heen. Dus dat zijn wel ook weer momenten waar je dan toch denkt van ja, nu ben ik toch wel liever thuis.
Dus dat is ook weer de andere kant ervan. Ja. En met de Oost-Europese landen heb je ook vaak dat racisme dat voorkomt. Heb je dat ook meegemaakt? Ja, ja zeker. Vooral in Slowakije was het wel aan de orde. Mm-hmm. Jammer genoeg zelfs met eigen supporters. Eigen supporters, ja? Ja, ik kan me nog herinneren dat we werden kampioen. En in Slowakije is het normaal als je kampioen wordt, dan vier je de kampioenschap op de laatste speeldag thuis. Dus de laatste speeldag thuis, vier je de kampioenschap. En dan hadden ze het veld afgezet. Dus een beetje een vierkant om de middenlijn afgezet. En dan mochten de supporters allemaal op het veld komen. En dan moesten zeg maar iedereen hand geven. Dus we liepen een beetje het rondje af. En dan waren we met een stuk of vier, vijf donkere jongens. En dan gaf ik steeds handjes aan de supporters. Maar ik liep voor een witte jongen voor mij. En ik zag steeds dat als ik soms aan de beurt was, het handje weggetrokken, weet je wel. Dus ik dacht, ja, misschien is het toevallig, weet je wel. Maar achter mij liep ook een donkere jongen. En die had hetzelfde, weet je. En dus ik dacht, ja, het zal wel. En steeds een paar keer achter elkaar een handje weggetrokken, weet je wel. Maar die jongen voor mij, die zag het ook op een gegeven moment. Dus ik dacht van, die keek ook van, hoezo trekt ze je handje bij jou weg? En bij mij niet, weet je wel. Dus pas later drong bij hem door van, oh, het zijn gewoon, ja, ze willen gewoon niet groeten, weet je wel. Zo. De donkere jongens willen ze niet groeten. Ja. Maak je dat niet heel verdrietig, zeker als er ook eigen supporters zijn? Nee. Het maakte me niet verdrietig, omdat, ik mag het bijna niet zeggen, maar het was best wel normaal geworden. Naarmate dat je daar bent. Ja, omdat het in Oost-Europese landen vaker gebeurt. Ja, dus het was een beetje, ja, weet je, op een gegeven moment zit je er overheen van, ja, het is gewoon, het is ook, dat hoort er ook bij. Ja. Ja. Maar van de andere kant kan je zulke dingen natuurlijk ook weer niet accepteren. Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ja, wat doe je eraan? Als speler zijn, weet je, als club. Wat de ene club doet wat meer dan de andere club. Ja. Dus wat doe je eraan als club? Dus ik denk dat meer vanuit de club iets gedaan moet worden. Nou, het lijkt me fijn als je wordt gesteund door de club daarin. Ja, dat hadden we ook één keer gedaan als ploeg. Want het was ook weer een ander moment dat we de beker speelden. En dat was net met die Black Lives Matter gebeuren. En dat we dan het veld opkwamen, stond een heel groot White Lives Matter. Maar dat hadden wij niet gezien als donkere spelers. Mm. Maar de aanvoer had wel gezien. Dus die vroeg ons na de warming van willen jullie spelen of niet. Wij zeiden van ja, als we het weghalen, spelen we gewoon verder. Nou, prima weggehaald. Willen we toch nog een statement uitbrengen volgende wedstrijd. En hadden we, was de bekerfinale. En toen we de bekerfinale wonnen, hadden we gezegd dat we het niet gaan vieren. En dat we als we winnen, dat we gewoon gelijk naar binnen gaan. Mm-hmm. En dat hadden we ook gedaan. Ben je een beetje te spreken over de speakers in het buitenland? Ik maak een bruggetje. Ja. We hadden echt een hele fanatieke bij Slovan. Was nog een jonge jongen. Vertel. Ja, die, als je scoorde, dan je hele achternaam werd gewoon, denk 30 seconden lang vastgehouden, weet je wel. Dus dat was, ik kan me nog echt herinneren. Hoe ging het dan met Apau? Sorry? Hoe ging het met Apau? Ja, scoor niet zo vaak. Dus, kunnen we nog ergens terugkijken op YouTube? Of, Nou, die was zo gek als de deur eigenlijk. Ja, die maakte wel een mooi feestje van, ja. Ja. Ja, je hebt wel een goede naam om te roepen. Zeker bij een goal. Ja, zeker. Hoe zou jij dat doen, Mark? Dat oud, dat gaat natuurlijk. Ja, je hebt met Taya Fico bij Ajax. Bijvoorbeeld, ja. Nico. Ja. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Pauw kan ook, hoor. Heel goed. Ja. Pauw kan ook heel goed. Ja, die is wel prima. Kom maar naar AZ. Ja. Kom weer terug. Ik kom gewoon weer terug, ja. Praten met Max. Maar speaker bij AZ, is daar een opleiding voor eigenlijk? Of rol je dat toevallig in? Ja, nee. Nou, niet toevallig. Je rolde wel in. Want ik ben daarvoor bij AZ, bij mijn eigen dorpsclub ben ik begonnen. 16 jaar. In Limmen? Limmen was dat. Ja, ik ga toch zeggen. Limmen. Inderdaad. En mijn voorganger, dat was Ben Lieverink, die ging naar AZ toe. En die deed marathonschaatsen en die deed AZ erbij. In de Alkmaar Hout nog. En die kwam te overlijden in 2007. En toen ben ik eigenlijk in het speakersvak bij AZ gerold. In eerste instantie in een duo-functie. En vanaf 2014 ben ik vaste speaker ben ik geworden. Wat moet je kunnen? Nou ja, ik vind dat je gewoon duidelijk moet kunnen praten, duidelijk articuleren. En ik vind vooral dat het moet niet om jouzelf gaan, het gaat om de club. Hè. De club is van de mensen en ik spreek de mensen toe. Mm-hmm. En ik denk dat je rol moet zijn en voor de rest moet je gewoon goed je inleven in de wedstrijd. Maar je bent wel steeds zichtbaarder. Want je staat nu op het veld. Ja, dat wel. Ja. Ze weten niet waar ik admiraal is. Nou, dat heeft te maken met het feit dat we willen even wat meer beleving proberen te krijgen. Met feeling met het veld en met de spelers en met het
het stadion. Ik zat altijd boven in een hokje. Eerst instantie wel voor de wedstrijd de boel welkom heet. En dan naar boven toe. En dan moet je een lift door. En als die lift er niet is, dan zit ik niet op tijd. Nee. En dan kan het best wel een goal vallen. Dus dat hebben we afgeschaft. Hebben we gezegd van nou, we gaan op het veld staan. Dus ik sta nu vlak bij de dugouts. Meer op het veld. Kan het veel beter zien. Je ruikt het veld. Ja, je hoort op je neus. Dat vind ik niet zo erg. Nee? Nee, dat is niet geen probleem. Maar daar gaat het niet om. Nee. Ik denk meer dat je moet kijken van wat is de geest van de wedstrijd. En bijvoorbeeld de 5-5 tegen Utrecht. Dat was natuurlijk een knotsgekke wedstrijd. Maar daar kan je wel denk ik ook wel een beetje het verschil maken om als je een goal omroept, dat er toch wat fanatieker meegejuicht wordt. Of bij een extra tijd die in het voordeel kan werken van een thuisclub. We hebben toen Partizan Belgrado in het ADO-stadion nog meegemaakt. Dat was nog iets van 6-7 minuten extra tijd. Ja, als je dat wat steviger doet, en de spelers horen dat ook. Ja, dan kan het betekenen dat ze er nog even extra energie in stoppen. Maar je zegt, je doet het nu een jaar of 10, hè? Ik denk dat je het wel hebt zien veranderen, het vak. Ja, zeker, zeker. In eerste instantie de technische ondersteuning, hè? De videowalls zijn erbij gekomen. Veel meer reclame, commercie zit erbij. Ook reclame, maar bijvoorbeeld ook doordat je Europees voetbal speelt, UEFA-maatstaven. Je ziet zo'n heel stadion, wordt helemaal afgeplakt. Hè? Dat is allemaal Conference of Europa League geworden. Nee, maar ik bedoel, het is ook meer entertainment geworden, toch? Oh, zo. De nieuwe lichten, weet je wel, die gaan gewoon uit en aan. Ja. En, ze kunnen in alle kleuren volgens mij. En muziek. Ja, klopt. Ja, dat heeft weer met het nieuwe dak te maken. Het nieuwe dak is gekomen, nieuwe verlichting. En de masten zijn weg. En dus was er ook tijd en gelegenheid. Vind je dat leuk? Vind je dat die ontwikkeling? Want ik moet zeggen, ik was bij Feyenoord weer afgelopen zaterdag in AZ. En ik vind die muziek, dat bam, 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 bam. Ja. Ja, ik weet meer, jij bent wat jonger dan ik. Maar word je daar als speler blij van als je een warming-up bam, 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 bam hoort? Ik niet. Oh, jij niet. Maar die jongeren dan bij jou? Of ook ik denk niet? Dat een paar jongens daar wel lekker op gaan. Ja? Dus ik denk dat ze een beetje, niet opgefokt, maar een beetje... Weet je, dat grinta eruit komt, weet je. Ja, want dat is het duur, hè? Ja, die moet met de tijd meegaan. Maar ik vind ook wel dat er plaats ook moet zijn voor de wat oudere muziek. En ook voor oudere mensen, uiteraard. Dat ook die aan blijven haken. Niet alleen dat het gestamp is, uiteraard. Ik mag zelf graag luisteren naar Neil Diamond, bijvoorbeeld. Vind ik prima. En ik neem aan dat je ook met supporters wel contacten hebt over, of dat de club dat met supporters overlegt, hoe je die sfeer natuurlijk optimaliseert in de stadion. Wat is wel belangrijk. Ja, ook dat. Maar je hebt tegenwoordig social media. Dat is natuurlijk ook in de loop der tijd heel erg veranderd. Dus iedereen heeft ook een mening over sfeer. Maar goed, als je voor 16.000, 17.000 mensen entertainment moet regelen, dan moet je toch een bepaalde keuze maken. En dat kan ook niet te extreem zijn. Dus je moet voor iedereen wel, vind ik, wat bieden, vind ik. Wat ook altijd wat leuk is bij AZ, die tune bij bepaalde voetballers die doelpunt hebben gemaakt. Ja, dat is natuurlijk bij Joostje Altidoor, Born in the USA. Ja, dat was zo. Het is nu weg. We hebben nu één tune, maar we hebben verschillende tunes hebben we gehad natuurlijk. Voor Joostje Altidoor, Simon Pauls hebben we tunes gehad. Wout Weghorst, enorm goede hit. Ook was dat ook weer bij Wout Weghorst? Weghorst on fire, hè? Dat was ook een... Maar dat bedenken jullie toch? Dat bedachten wij, Er komen spelers ook wel eens naar jullie toe en die zeggen van... ik wil eigenlijk wel dat nummer als ik scoor. Ja, dat gebeurde ook wel, En ook wel eens dat het niet goed viel, hoor. Maar proberen meestal... ik meen nog dat Adam, die kwam een keer met een plaat aan. Dat herkenden we niet. Toen hebben we gezegd, dat doen we maar niet. Ja. Dat doen we en hoe niet, reageert hij dan weer? Nou, er kwam er wat anders ervoor in de plaats. Ja. Dus we zochten altijd even goed wel naar een passende plaat. Maar dat is bij hem dan niet zo goed gelukt. Mark, er ligt een hoop rommel op tafel, mag ik het zo zeggen? Ja, rommel. Spullen, zou mijn vrouw zeggen. Ik moest even de zolderkamer op. En want jullie vroegen van, neem eens wat mee, iets moois mee. En toen dacht ik van, ik ga me toch eens een keer mijn hele verzameling eens even bij elkaar rapen. En de dingen eruit vissen waar ik dan van denk van, die zijn de moeite waard. Mm-hmm. Dan gaan de hele jaargangen gaan we weer na. En dan begin ik met een, eigenlijk een teleurstelling. En we kwamen erachter dat we er samen ook geweest waren bij die wedstrijd. Ik was erbij. 5-5 2005, AZ tegen Sporting Club Portugal. Halve finale, UEFA Cup, voorloper van de Europa League. Ja. Weet allemaal hoe het is afgelopen. Ja. Dat was echt een... ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Nee. Tranen van Barry Vergara. Nee, dat ben ik met je eens. Het was heel... Een stadion dat in één klap stil viel in de regen. Ja, en de opstelling die heb ik bewaard. Dus
Ja. Jij was daar gewoon als supporter? Ik was daar toen als supporter. Ik zat achter het doel waar die goal die laatste nog inging. Ja, die 3-2. Zag het zo gebeuren. En waar zat jij dan, Mitch? Of stond jij? Ik zat ook achter het doel. Was je, en ja, waarom was je daar? Ik zat gewoon naast elkaar. Toen, ja. Oh, je zat het is, toen het is nog langer geleden zelfs. Het is, 2005 is het, ja. Ja, 2017. Oh, dat, ja, ja. 18 jaar geleden, ja. 18 jaar geleden. Ja, 18 jaar. Nou, ja. Dan spook ik nog laatst in de jeugd. Toen C1 en ik was bij die wedstrijd met mijn vader. Ja. Maar Mark, je moet kiezen, want je hebt alles anders. Dat is een dieptepunt en dat hoort ook bij de voetbalrij. Nou, dan heb ik hier een hoogtepunt. Dat is de KNVB bekerfinale in 2013. Toen mocht ik voor het eerst in de Kuip spiekeren. AZ-PSV. AZ-PSV, ja. Verbeek als trainer tegen Advocaat destijds. Maar hoe was dat voor jou in een bomvolle Kuip, bekerfinale? Ja, film. Ik kwam daar en ik wist niet wat ik meemaakte. Het was voor het eerst dat ik wel eens naar een concert geweest toen van U2 of zo. Maar een volle Kuip met een voetbalwedstrijd had ik nog nooit meegemaakt. Mm-hmm. En voor AZ was het ook een van de eerste keren dat we weer tweede keer dat we een bekerfinale speelden. Eerst tegen Ajax. Dat was voor mij die... jaar daarvoor. Maar goed, dit was AZ-PSV. En ik mocht daar voor het eerst dan spiekeren. Mooi. En het beperkte zich dan tot alleen de opstellingen en de goals. Maar de goals die vielen dus ook. Want je deed dat samen met de speaker van PSV, denk ik. Ja, klopt. Ja, samen... dat was toen de speaker van PSV. En vanuit de KNVB, dat Rob van Rossum, dat is nog steeds de oranje speaker. Die deed dan zeg maar de algemene inleiding. En ik mocht dan AZ doen. Je noemt naam Rob van Rossum. Dat is de speaker ook van Neil Zelftal. Jij bent reserve speaker van Neil Zelftal. Heb ik dat nou goed begrepen? Nou, reserve opgesteld. Dus als je uitvalt, dan mag je altijd bellen. Zeg. Ja. Maar hij doet alles een beetje. Dus ja. Okay. Dus je hebt nog nooit je officiële opwachting kunnen maken. Je haasje nog niet gehaald. Nou, dat nog niet. Nee, ik heb wel eens voor de Oranje Leeuwinnen wat mogen doen. Ook leuk. Dat was ook een eer uiteraard. En ik hoop dat ik een keer wat voor het Neil Zelftal mag doen. Dat is toch wel. Ja. Dus je staat klaar voor het geval dat... bellen of appen. Of, je hebt hopen natuurlijk dat het met Rob goed gaat, maar... Rob bij deze. Mocht hij een keer naar Curaçao willen, het mag. En je hebt als speaker natuurlijk een lange carrière. Ja, zeker. Ja. Absoluut. Als mijn stem goed blijft en dan lijkt me gewoon fantastisch om dat te doen. Maar ten eerste uiteraard AZ. Want zeker. Dat staat voorop. Hè, uiteraard, zeker. De shirts hier allemaal van dezelfde club? Nee. Nee. Slovan Bratislava, Slowakije. Olympia Ljubljana, Slovenië. En Slaven Belupo, Kroatië. En dit is de meest succesvolle dus? Dit is voor mij het leukste. Of het leukste eigenlijk. Het leukste shirt. Ja, leukste. Mooiste herinneringen. Leukste voetbaljaar, laat ik het zo zeggen. Hebben ze een mooi plekje bij jou in huis? Of moest je ook de zolder op? Ik moest de zolder op. Het ligt wel op de zolder, hè? Gek is dat. De meeste mensen vragen elke week aan mensen, neem wat mee. En soms moeten ze echt heel lang graven. Ja, ja, er ligt wel ergens. Maar wel goed ook die medailles. Ook die medailles, ja. Ja. Maar ja. Je bent toch trots of niet? Of? Ik ben er zeker trots op. Alleen, ik moet er even een mooi plekje voor vinden eigenlijk. Ja, als elftal van FC. De aftrap met de beste spelers van Ajax, AZ, Volendam en Telstar. Tenminste, volgens onze gasten. Met Stankovic nog altijd tussen de palen. De doelman van FC Volendam. Een driemans achterhoede met Sugawara van AZ. Alvarez van Ajax en Kerkes van AZ. Hij staat er het langste in. Middenveld ook weer met veel AZ'ers. Klaasie, Reinders en Pavlidis en Eiting van Volendam. En dan voorin hebben we aan de rechterkant Kudus van Ajax, Robert Muren van Volendam. En daar is vorige week Orestanio bijgekomen. Ook van Volendam. Hij is erin gezet door Keje Molenaar. De trainer-coach rechtsboven in beeld is Mike Snoei. Die is er vorige week ingezet door Pieter de Waard. Hoe kan het ook anders? De directeur van Telstar en Davy Klaassen is reserve. Joey Kooi is de scheidsrechter. Dit is ons elftal. Mitch, weet je, leuk clubpie. Daar kan je wel een wedstrijdje mee winnen. Ja, denk ik wel. Met Telstar lopen we eroverheen. Nee, hier kan je wat mee. Je mag er één uithalen en mag er één terug. Eiting mag eruit. Oké. En waarom Eiting eruit? Omdat ik Tom Overtoom beter vind. Jij vindt Tom Overtoom beter? Ja. Maatje van Telstar? Ook. Maar goede voetballer. Eiting doet het niet slecht in de Eredivisie, als aanvoerder van Volendam. Nee, zeker niet. Maar ik vind Tom oprecht een beter voetballer. Wat zijn de kwaliteiten echt? Bal vast, dribbelen, vooruit dribbelen, passing. En scoren tegenwoordig? En scoren hier en daar. Ja. Mag je wel wat meer doen, hè? Hij mag wel wat meer doen. Ja. Maar komt hij dan ook op dezelfde plek te staan? Want we moeten hem maken, want hij heeft er deze week, dit jaar nog niet ingestaan. Dus
Ja, die kan wel daar. Of zeg je van, ik ga nog een beetje schuiven met dat AZ middenveld? Nee, die lijkt staan, denk ik. Daar ga ik niet aan zitten. Nee, oké. Oké, nou, volgende week plakken we hem erop, want hij heeft er dit seizoen nog niet op gestaan. Mark? Nou, ik ben uiteraard AZ'er, dat begrijpen jullie. En ik zie ook heel veel AZ'ers zie ik opgesteld. Haal er maar eentje uit, joh. Doet me groot genoeg, maar ik laat ze allemaal staan. De huidige AZ'ers. En ik wil graag Wouter Goes wil ik erin hebben. Wouter Goes? Ja. Jongeling? Ja. Centraal verdediger? Ja, die is door de blessureleed achterin is hij... naar voren geschoven, althans in de verdediging geschoven. En dat doet hij, vind ik, erg goed. Ja, samen met Hatsi Diakos. Ja. Vind 18 jaar, hè? 18 jaar. En als je dan kijkt naar de Kuip waar hij stond afgelopen zaterdag... Nou, dan hield hij zich uitstekend staande. Misschien een klein foutje. Eén moeilijk momentje. Gele kaart die pakte. Maar ik vind dat hij het heel knap doet. Ja, jezus. Typisch AZ weer, dat zo'n speler dan. Ja. Want je had ook een nieuwe speler kunnen halen in de winterstop. Hè? Het is Sven Meijndans al geworden. Van Sparta, die is gekomen. Maar niet voor zijn positie. Bedoel, centraal achterin hadden ze een speler kunnen halen. Ja, en daar hebben ze dus Wouter voor in de plaats gezet. Dat vind ik echt knap. En die wil ik graag ook achterin hebben voor Alvarez. Dus Ajax gaat eraf. Ja. En dan ruimen we een plekje in centraal achterin voor Wouter Goes. Ja, heb je zijn foto? Nou, die moeten we even gaan maken inderdaad. Want die heeft er ook nog niet in gestaan. Dat zal je niet verbazen. Kom lekker weer aan tafel zitten, Mitch. Ja, ben je het mee eens met deze opstelling in FC, de aftrap? Of ben je het mee oneens? Je kan op Twitter de hashtag aftrap gebruiken. Je kan uiteraard ook mailen naar onderstaand mailadres. Volgende week, Erik-Jan, want we zijn er doorheen. Ja, het vliegt voorbij. Ja. Ja. Volgende week hebben we de familie Ten Apel, Carrie en Evert. Dus leuke gasten. Zeker. Volgende week. Gaat het ook een beetje over het vak van praten. Zeker weten, ja. Dus kijken. Ja. Dankjewel dat je naar Volendam wilde komen. Mitch, heel veel succes met Telstar tegen Heracles. Dankjewel. Wie weet gaan we jullie terugzien in de play-offs. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken. Veel plezier met alle voetbalwedstrijden. En graag tot volgende week. Dag.